112.000 gulden, dames en heren. Ruim een 500.000. Dat bedrag kan gewonnen worden door de kandidaat die alle anderen ver achter zich heeft gelaten. En daar komt hij, Lex. Ja! Lex, kom er eens bij voor de 10e en laatste keer. Ja. Lex, vertel nou eerst eens even, wat ga jij nou allemaal doen met dat enorme bedrag? Dat gaat allemaal naar de stichting Amiplanti. De stichting Amiplanti. Amiplanti is een stichting die zich bezighoudt met de inzet voor planten. Dus ook die 1,2 miljoen ficussen die nou vernietigd moeten worden. Maar ook vooral kamerplanten die worden achtergelaten in huizen waar de mensen uit verhuisd zijn. Dat er alleen nog zo'n kamerplant staat. Oh. Ik heb daar een filmpje over gemaakt. Dan kan je zien dat gaan wij nu bekijken. Stichting Amiplanti doet. De stichting Amiplanti. Droevige planten. Dus vrijwilligers van de stichting Amiplant, die gaan die huizen langs. Ja. En die halen dan die planten op en die krijgen dan een nieuw huis. Nou, een prachtig doel. En ga je helemaal niks voor jezelf gebruiken, Lex, van dat geld? Nou, ook iets met een bovengebit, want het is niet zo warm. Ja, een nieuw gebit, ja. Lex, als er een Tros TV-ster bestond voor de beste quizkandidaat, dan had jij hem moeten winnen. Maar, Lex, voor we nu toekomen aan de laatste ronde, wil er even nog iemand iets tegen je zeggen. Een kleine verrassing. Kijk even mee op de monitor. Monique? Beste Lex, vanuit Politiek Den Haag wilde ik je even van harte succes wensen bij jouw laatste 10e ronde in Kiek op de Week. En ik heb daar een speciale reden voor. Zoals je weet, en wat weet jij niet, hebben we hier deze week afscheid genomen van Hans van den Broek, die 10 jaar ronden minister van Buitenlandse Zaken is geweest en nu doorschuift naar Brussel. Wij politieke journalisten waren allemaal razend nieuwsgierig naar zijn opvolger, ene professor Kooijmans uit Leiden, die wel eens staatssecretaris is geweest, maar dat was alweer 15 jaar geleden. En dinsdagavond gebeurde het, toen zagen we hem weer voor het eerst op televisie. De deur van zijn werkkamer zwaaide open en daar zat hij, de nieuwe minister, die we de komende 2 jaar honderden malen op ons scherm en in de kranten zullen aantreffen. Een degelijk hoofd, zo op het eerste gezicht, in een degelijke werkkamer. Maar let eens op zijn vensterbank. Daar staan degelijke kamerplanten en hij heeft een degelijke plantenspuit onder handbereik. En Lex, nu wilde ik me even persoonlijk tot jou richten. Onze vermoedens bleken juist. De nieuwe minister is niet alleen een voorvechter van de mensenrechten. Ook de plantenrechten gaan hem zeer ter harte. Het zijn allemaal zwerfplanten die hij op zijn vensterbank heeft staan. Die hij dagelijks zelf behandelt met zijn plantenspuit. Hij steunt jouw initiatief van harte. En hij is bereid beschermheer te worden van jouw stichting Amiplanti. En mede namens hem wens ik jou heel veel toi 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 bij deze laatste ronde. Lex, zet hem op, joh. Hè? Fantastisch. Was dat een verrassing? Gaaf. Lachen. Ja, leuk. Ja. Minister als beschermheer. Een minister als beschermheer. Fantastisch. Ja, maar dan moet je die 10e ronde nog wel even winnen. Ja. Maar dat is geen punt voor jou. Want hier komt die laatste kiek op de week. Ik ben er klaar voor. Noem alle namen van de bewindslieden op deze foto, Lex. En neem de tijd. 500.000 in de pot. Dat zijn, van begin links, dat is staatssecretaris. Ik kan het 100 keer zeggen. Ik ga door. Daarnaast is van de Partij Arbeid. Neem de tijd, Lex. Kom op, Lex. Goed, ik ga door. Heb ik nog tijd? Ja, je hebt nog even de tijd, Lex. Neem die tijd. Het kale hoofd, dat is zo'n Hollandse naam. De boer, Van Dalen. Ik geef je even een tip. Het is een foto die genomen is donderdagnacht 2:30. Ja? Bij het laatste Kamerdebat voor het kerstreces. Daarnaast Smitkoos. Nee, de opvolger. Helemaal rechts.
Ik heb nu geen meer bij links. Daar... Ik kan een hondje zeggen. Kan een... Helaas, helaas. Kan een duifje zeggen. Lex, 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 wat is dat nou jammer. Lex, ik weet het Lex, niet, Lex, ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Van links rechts. Gabor, Elske ja, de Veld, ja, ja, De Vries. Ja. Meijwegge. Buiten de tijd. Bonk. Lex, het was alles of niet. En het is helaas niet geworden, Lex. Je was een fijne kandidaat. En dit was Kiek op de Week. Hé, Lex, kom nou. Ik had je toch een sportievere verliezer gedacht. Lex. Lex, nou toch. Lex. Wel, ik neem vast afscheid van u. Ik wens u en de uwen prettige dagen. En een Merry Christmas. En wees geen rund als u met vuurwerk stunt. En graag tot een volgende keer. Hey Lex, Lex, hou er nou mee op. Lex, zo de wiet op. Tot er nog aan toe. Ha 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 ha!